dames en heren, uw applaus voor ons erelid Frans Hendricks. Dinsdag 11 mei werd Frans Hendricks benoemd tot erelid van NEC en ontving hij de zilveren Waalbrugspeld uit handen van burgemeester Bruls. Deze benoeming werd wel eens tijd. Ja, maar dat is niet zo zilver. Het moet recht zijn. Maar ja, sommige mensen doen zoveel voor een club. Dan mag je een keer erkenning krijgen. Ja. De 76-jarige Nijmegenaar die zijn leven lang NEC al steunt door dik en dun, kreeg eerder al de titel sponsor van de eeuw. Je zorgde als sponsor ook altijd voor goede randvoorwaarden bij NEC. In de jaren 90 voorzag je nieuwe spelers direct van de mooiste IT-apparatuur. Met zijn bedrijf MC DOS was hij jarenlang sponsor van de club en investeerde hij veel geld. In 2005 kreeg het stadion zelfs tijdelijk de naam van zijn bedrijf. Nu blijft hij voor eeuwig verbonden aan de club met deze titel. Ja, ja, je bent natuurlijk altijd een club verbonden, want toen 2000 die miljoen tot sponsor de eeuw kreeg, ja. Toen voelde ik me eigen al verbonden aan de club, maar ik heb me altijd verbonden gevoeld aan de club. Hè. Franske Hendricks, vandaag zijn al deze mensen naar de Goffert gekomen voor jou. Ja, Frans Hendricks, onderscheiden met zilveren Waalbrugspel van de stad, maar ook erelid van NEC. En dat we dat allemaal op één dag doen, zegt wel wat van bijzondere Nijmegenaar. Dat is verbonden aan NEC, maar ook aan de stad. Hè. Heel erg veel gedaan voor het Nijmeegse carnaval. Bij de Kolpingvereniging vroeger al van jongs af aan. En niet alleen op die grote dingen. Niet alleen maar geld gegeven aan de club of allerlei goede doelen of leuke initiatieven zoals het Nijmeegse Soaptheater. Maar hij is er ook wel voor mensen naast hem. Misschien heeft hij soms wat te veel gegeven, want het is een leven met ups en downs. Maar wel een bijzonder man die we terecht een keer zo uitgebreid met zoveel mensen het zonnetje hebben gezet. Twee onderscheidingen op één dag. Ben je dan NEC'er of Nijmegenaar? Nou, ik denk dat Nijmegenaar zijn is voor een belangrijkste. Nou hoorden we ook dat hij vaak kritisch is op trainers en de spelers. Is hij ook wel eens kritisch op de burgemeester? Ja, of hij durft het niet, maar hij heeft geloof ik niet mijn rechtstreekse nummer. Want ik begrijp zelfs dat hij die spelers en trainers vlak voor een wedstrijd allemaal persoonlijk appt. En hij schijnt er ook verstand van te hebben. Hij mag het ook best wel bij mij doen. Ik weet alleen niet hoeveel verstand hij van de politiek heeft. Maar NEC heeft altijd mijn hartje zitten.